ben niet van Schindel. 54 jaar, het laagste vader. Ik ben fantastisch. Kan niet lopen. Maar wel staan. Ik praat moeilijker. Mensen denken als je in een rolstoel zit, dat je ook niet kunt. En dat je ook geestelijk gehandicapt bent. Omdat ik wel moeilijker praat. Thuis zit ik in een trapstoel. Is net zoiets als een bureaustoel, maar dan een klein beetje anders. Buiten zit ik in een elektrische rolstoel. Waar ik heel het dorp mee ronddraai. Dus ook zelf mijn boodschap moet doen alleen. En als ik eigenlijk niet bij kan, dan vaak aan de hulp in de winkel. Thuis gebruik ik de trapstoel. Ook om de afwas te doen, daar kan ik gewoon staan. Mensen kunnen mij helpen. Door gewoon naar hen niet te zien. En als ik niet te verstaan ben, het nog een keer te vragen. Al is dat 5 keer, dat maakt me echt niet uit. Ondanks mijn beperking wil ik gewoon meedoen, net als ieder ander.